Rob Maas, nieuwe hoofdtrainer van SC Cambuur. Heb je zin aan de nieuwe uitdaging? Ja, geweldig. Ik ben er heel blij mee. Um, ja, ik ga werken voor een club uh, die leeft. Um, ik heb hier als speler mogen spelen en als trainer een uh, aantal keren geweest en dan merk je gewoon dat het uh, ja, een geweldige club is waar het altijd vol zit en de mensen ja, vol achter die club staan. En, uh, ja, we hebben gesprekken gehad, uh, gevoerd met de club. Eerst met Hendri en, uh, en met de achter en vervolgens de voorzitter erbij. En we zijn uh, ja, heel enthousiast geraakt en uh, ja, ik heb er heel veel zin in. En waarom SC Cambuur? Nou ja goed, uh, men kwam naar mij toe met de vraag, uh, ja, kunnen we een keer praten? Uh, en toen dacht ik bij mezelf: ja, god, uh, mooi, mooie uitdaging. Um, nog een, een, een vrij stabiele selectie die, die overgebleven is. Dus uh, we zijn die gesprekken aangegaan. En wat me opviel is, ja, na een teleurstellend seizoen, dat er toch gewoon uh, rust heerst binnen de club. En, uh, en realisme. En uh, ik denk dat dat de basis is uh, voor een hele goede samenwerking. Als trainer en speler ben je hier ook al een uh, aantal keer geweest. Wat weet je al uh, van de club? Ja, goed, wat ik weet van de club, uh, ik zeg we hebben de selectie wat, uh, wat doorgenomen. Um, we hebben de, ja, langzaam leer je de mensen hier een beetje kennen. Ja, nou, het voordeel is dat ik geen volkslied hoef te leren, dus dat is al meegenomen. Um, en verder gaan we langzaam uh, iedereen leren kennen. En hoe zou je jezelf als trainer omschrijven? Ik hou van duidelijkheid uh, in principe. Uh, ik wil hard werken, nou, ook een beetje zoals speler. Uh, zo ben ik ook als trainer. Um, ik wil dat we het samen gaan doen, dus met de stafleden en, en ook met het team. En dat we gaan proberen um, ja, aanvallend voetbal te spelen, um, wat de mensen hier graag zien. Uh, snap je ook uh, dat de sporters na het afgelopen seizoen uh, sceptisch kunnen zijn? Als je deredeert is er altijd teleurstelling, alleen uh, aan ons en aan mij de taak om, om, uh, om die teleurstelling weg te nemen. Dus uh, wij gaan met, met frisse moed een nieuw seizoen in en we moeten die teleurstelling van afgelopen seizoen, waarin ook uh, een stukje realisme zat, ja, moeten we wegspelen en uh, daar heb ik heel veel zin in. Uh, Tot slot, Cambuur is een van de grotere clubs natuurlijk uh, in de Jupiler League, uh, heb je al een doelstelling? Nou, de doelstelling is dat we om de bovenste plekken mee willen gaan spelen. We kijken natuurlijk goed rond of we ons eigen nog kunnen versterken op een aantal posities. Daar zijn we druk mee bezig. Dus we willen ook wel nog wat jongens aantrekken eventueel. Ja.